Goeiedag. Hoi. Welkom. Ik ben G. Maarten. Hoi. Jij zit hier in de stoel natuurlijk voor een nieuwe kapsel. Jazeker. En voor een goed gesprek misschien wel. Zullen we eens kijken wat hieronder zit. Chaos. Nou, valt op zich mee. De hoed die heeft allemaal mooi plat bij elkaar gehouden. Maar hoe lang geleden is het de laatste keer geweest? Anderhalve maand, denk ik. Oké. En wat is de wens? Wat zou je graag willen? Ik wil jou uitdagen om een leuke rockabilly kuif te maken. Oké. Dat wordt een beetje lastig. Waarom? Ik heb wel een föhn, maar ik heb hier geen elektriciteitspunt. Dus ik kan de koep kan ik er zeker wel in knippen, maar om uiteindelijk echt een model te krijgen, gaat dat wat lastig worden. Maar de rockabilly kuif, dat heb je al eens eerder gehad, denk ik. Mm-hmm. Of is het nieuw? Nee, het is niet nieuw. Nee. Hoe kort mogen de zijkanten geknipt worden? Niet te kort. Nog wel gedekt houden? Ja, wel gedekt houden. En weet je dat ik dat met de tondeuze of met de schaar opknip? Wat jij het fijnst vindt. Oké. Ik denk dat het mooi is dat ik het met de tondeuze doe. Waarom? Omdat als ik kijk naar jouw implant, dan is het aan de zijkant, de achterkant, is het goed vol en dik. Boven is het ietsje dunner. Yep. Dat ik dit langer houd, dan is het na 2 of 3 weken, dan zijn de verhoudingen weer hier heel veel massa en boven minder. De lengte boven wil ik niet heel veel gaan inkorten, want als je... Nee, dat hoeft ook niet meer. Ja, dan moet daar natuurlijk ook genoeg lengte in zitten om de volume te creëren. Bakkenbaard mag qua lengte dezelfde hoogte blijven. Jazeker. Ja. En achterin de nek mag het wel wat korter, hè? Dat het een beetje oploopt van niets naar iets. Gebruik je iets van pomade? Of, Nee, ik gebruik altijd haarlak. Oké, okay. En föhnen, dat doe je wel eens? Ja. Oké, okay, cool. Oké, okay, gaan we doen. Een aparte setting, hè, waar we vandaag zijn. Ja, leuk man. Mooi weer. De zon breekt net weer door. Heerlijk. Beetje bekend met dit gebied? Vroeger, ja. Mijn ouders die gingen namen ons wel eens mee naar de Biesenbaai. En wat voor herinneringen heb je daar nog? Niet zoveel. We wilden eigenlijk nooit mee, want het was een naakstrand. En dan moest je ook naakt meelopen, of niet? Ja, maar dat deed je natuurlijk niet als kind. Nee. Nee, wat voor ervaring was het dan als je als kind zei dan van die naakte mannen en vrouwen? Deed dat iets met je dat je dacht van, hey, misschien... Ja, nou ja, wat zou ik zeggen? Het was niet zo... het was ongemakkelijk. Oké. Okay. Bestaat die naakte strand nog eigenlijk? Ik heb geen idee. Misschien is het wel leuk om daar een volgende aflevering te maken. Nou ja, als je dat in juli doet, dan ik weet niet of mensen het waarderen. Ja, dan krijg je waarschijnlijk die opmerking van of ik er wat anders ga knippen dan alleen maar het haar wat op het hoofd zit. Maar, dat gaan we dus niet doen. zou maar kunnen. En ik ben altijd wel benieuwd als ik een nieuwe gast in mijn stoel heb, wie ze zijn. Vandaar ook de titel Haar maar waar, wie is de persoon achter het haar. Dus ik ben wel benieuwd, dus vandaar de vraag wat doe jij zo in het dagelijks leven? Ik ben kroegbaas in Nijmegen, Dollars Muziekcafé. En hoe lang duurt dat al? Bijna 14 jaar. 14 jaar? Ja. En? In die 14 jaar tijd veel nieuwe dingen ontstaan? Of zelf gebleven? Nee, je groeit. Ja. En begin je echt erin gestapt als een jonge hond van een kroegje beginnen, lijkt me leuk. Ja. Uiteindelijk kom je toch tegen allerlei problemen aan die je stress bezorgen en waar je niet op gerekend had. En, het is meer dan gezellig een kroegje runnen. Een hoop administratie en contact met brouwerijen en je komt in de loop der tijd achter dat je misschien een iets te zwaar contract hebt getekend en zo. Ja. Dat je uiteindelijk pas in de loop der jaren weet wat zo'n contract daadwerkelijk inhoudt en waar je voor getekend hebt. Ja. Het zijn allemaal mooie lettertjes, maar uiteindelijk zakelijk gezien vloeien daar heel veel kosten uit waar je niet op rekent op zo'n moment. Maar goed, inmiddels zijn we daar allemaal overheen gekomen en gaat het allemaal helemaal prima. Als je 14 jaar doet met vallen opstaan, dan weet je nou wel een beetje hoe het allemaal in elkaar steekt. Ja.
Wat is meestal de doelgroep die bij jou in de kroeg komt? Het is echt tussen de 18 en de 60 jaar komen ze bij ons. Okay. En het kan allemaal leuk met elkaar omgaan. Ja. En leef jij er ondertussen ook van de muziek? Ja, ik heb dus een combinatie. Dus we maken muziek in mijn eigen kroeg. En ja, daar kunnen we goed van leven. Leuk. Ja. En ook van optredens Nijmegen of misschien door het land heen? Ja, af en toe doen we wel buiten de deur iets. Ik heb wel eens bandjes gehad die we mee hebben buiten de deur optreden. Telescope 4 is net uit elkaar, maar daar hebben we een tijdje toch regelmatig dingen mee gedaan. Jij was onderdeel van Telescope 4, ja. Telescope 4? Telescope 4, ja. Dat is een bekende naam. Voor eventjes, ja. Ja, het is heel snel gegaan. En jullie laatste optreden, wanneer was dat? Ja, dat is... Die moet nog komen. En we zijn iets langer dan twee jaar geleden zijn we begonnen. 3 jaar, ik weet niet meer precies. Ja. Toen was onze eerste optreden was Rockabilly, Rock'n'Roll ter Schelling. Ja. En dat komt er in september weer aan. En dat wordt dan ons laatste optreden ook. Okay. En heel waarschijnlijk misschien met de zomerfeesten nog in Dollars. Stiekem, tussendoor. Stiekem tussendoor. En dat is dan echt het laatste... Nee, dat ter Schelling is het laatste, ja. Ja. Okay. De scene in Nijmegen is volgens mij niet heel klein. Kijk naar de populatie van Nijmegen en dan naar de rockabilly scene. In de Bottendaal heb je natuurlijk, hoe heet het festival ook alweer? Billy Bottendaal. Billy Bottendaal. Ja. Zijn er nog meer van dat soort rockabilly feestjes? Nauwelijks. Nee. Ja. Je had het net over de open mic sessies ook, iedere woensdag. Ja. Is er ooit als in één keer iemand achter het podium of achter die mic gaan staan dat je dacht van wow? Nou ja, het is wow slecht of wow goed? Ja, allebei. Ja, het is wel goed. Wow slecht zal je misschien vaker tegenkomen dan wow. Nou, het is wel een soort van kweekvijver geworden voor onszelf. Van mensen die, nou heel veel, een aantal die gewoon vast bij ons muziek maken, die zijn toch wel via die open mic binnengekomen, zeg maar. Oké. Okay. En geboren in Gelre Nijmegen? Of? Ja, ik ben geboren in Gouda, maar op mijn tweede, geloof ik, zijn we naar Nijmegen verhuisd. Oké. Okay. Dus dan weet je gewoon Nijmegen uit in het plat. Eigenlijk wel, ja. Ja. Bij dat ook? Dat plat Nijmegen, Nimwig? Af en toe als ik een paar biertjes op heb. Nog wel, ja. En wat betreft muziek, nog iets nieuws te planken voor het komende jaar? Ik heb wel nog een ideetje, ja. Zijn we toch, het is heel commercieel. Het heeft helemaal niks met rockabilly, rock'n'roll te maken. Maar ik heb altijd het idee gehad, want je ziet wel eens van die bands zoals de Baseballs. En, die dan popliedjes of moderne liedjes rockabilly. Ja. En ik denk dat ik het een jaar wil proberen om het, ook dat te doen. Maar dan echt met Nederlandstalig muziek. Want dat is nou nooit gebeurd. Waar moet ik dan aan denken? Ik kan het echt mee vergelijken. André Hazes voor rockabilly of Guus Meeuwis of weet ik vooral de moderne, hippe Nederlandse liedjes. En dan in een rockabilly jasje toch? Ja, ja. En heb je ook al een aantal nummers in gedacht? Of ik, dat ga ik sowieso... Nou, je kunt bijna eigenlijk alles voor rockabilly. Het is gewoon meer kijken welke nummers... je moet echt de top 40 van de... leukste Nederlandse hits alle tijden doen. Dus de meeste dromen zijn bedrog? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Zo moet ik. Oké, ik ben benieuwd. En zijn er al concrete plannen? Nou, we hebben wel een paar mensen bij elkaar die het misschien wel leuk vinden om te doen. Ja. En na de zomerfeesten gaan we dat eens rustig oppakken. Het heeft ook geen haast of zo. Dus, het is wel een idee wat ik al heel lang heb. Ja. En dan wordt dan natuurlijk eerst met Dollars even gecheckt. Getest of het werkt. Ja. Maar je ziet dat het wel werkt. Als je kent de lip tease, was er toen ook dat het even een tijdje wat had, zeg maar. De Baseballs, omdat je meer Dick Brave. Dat zijn allemaal van die maar ja, het is allemaal Engelse hits. Oké. Okay. Als we wat muziek van Telescope 4 zouden willen horen of van andere bands waar je dan in speelt, zijn die ergens te koop of te downloaden of waar kunnen ze op zoeken? YouTube. Oh, YouTube. We zijn nooit toegekomen om een plaat te maken. Oké. Okay. Dan Telescope 4. Ik kom steeds met God, weet ik niet hoe ik daar kom. Maar. Ja.
op Telescope voorzoeken en nog een bepaald suggestie misschien? Een clipje waarvan je zegt, van, nou dat is de clip die je echt even moet zien? Als ja, we hebben een keer door een roosje gespeeld. Daar hebben ze een leuk filmpje van gemaakt. Telescope voor. Het oude door een roosje nog. Wat vind je daarvan eigenlijk? Het oude door een roosje en het nieuwe door een roosje? Ja, ik heb er niet echt een uitgesproken mening over. Ik ben er af en toe geweest. Ja. Ik vind de naam Doorn Roosje hoorde bij Doorn Roosje. En nu is het gewoon een hele grote, echt een mooie zaal hoor, daar niet van. Het geluid is ook goed. Maar ze had wel een andere naam mogen geven. Zoals? Ja, gewoon een heel nieuwe naam. Ja, het is natuurlijk, Doorn Roosje had ook wel inherent aan live muziek. Ja. Maar het was ook wel de sfeer. Lekker een beetje oude knooi en zo. En nu is het heel modern en heel netjes. Ja, het moet geld verdiend worden, hè? Maar het gewoon, Nee, ik snap het concept wel. Maar de naam erbij, ja. Nee, ja. Dan zou ik denken van, nou, ja, ik snap het wel, maar het is niet door Roosje wat was. Nee. Nou, ze hebben op zich met het oude ruimte van door Roosje, hebben ze wel leuke plannen mee, hoorde ik. De staat zit er nou toch in, of? Ja, volgens mij nog wat ideeën daarover. Okay. Niet echt heel concreet volgens mij, maar ik ben wel benieuwd wat ze daarvan gaan maken. Ja. Ik zie wat lange haartjes zo tussen de wenkbrauwen uitsteken. Zal ik die wegknippen? Of zijn die jou heilig? Die hoeft niet aan mijn wenkbrauwtje. Nee? Okay. Doe zelf ook niet lange haartjes tussen mij knippen. Nee. Dan laten we dat gewoon lekker op zijn plaats zitten. Nou, ondertussen... Het kapsel erin. Wat ik net al aangaf, jammer dat ik dus geen elektriciteit heb en dus geen föhn. Ik ga je haar wel even drogen met een handdoek. En ik heb ik heb wel haarlak. Dus ik kan ook haarlak erin. Weet jij wel. Maar ik heb ook pomade. Jij bent de master. Nou, laten we dat eens proberen. Pomade. Aan de plank. Dan ga ik het eerst even drogen. Bij jou zit, maar ik heb het gegeven keer wel koud om mijn vinger. Heb je dat niet in je nek, hoor, joh? Nee, valt mee. Dan ben je heel warm door de spanning of zo. Nee, toch? Nee, ik zit wel relaxed uit. Ik vind het wel gezellig. Dan maak je ook nog eens mee. Oké. Okay. Hou je van echt high shine of wil je dat het wat meer mat overkomen mat, heeft? Mat, wel ja, mat, ja. Voor de Leerite clay. Die komt vanaf deze kant. Ik had je eigenlijk ook in plaats van de föhn zo'n beetje kunnen kantelen die kant op en dan had de wind het werk gedaan, maar het is niet goed gelukt. Ik al zei, ik heb de zijkanten ingekort, de bakkenbaarden even weer gefine-tuned, ingekort. Achterin de nekpartij even een hele lage veding, dus dat die van niets naar iets verder gedekt en boven ja, minimaal. Dus ik hoop dat je er schrik mee hebt. Ik ben er blij mee. Ik dank je heel erg voor het gesprek. Een leuk gesprek. Mooi, ik ook. Even haar vrijmaken. En dan wens ik je verder nog een hele fijne dag toe. Dank je wel, jij het ook. Dank je, alsjeblieft. Dank je wel. Tot de volgende keer. Dat bedoel ik.